Goedenavond, dit is het RTVA-nieuws van donderdag 26 november. De burgemeester en wethouder van Uithoren en stadsregio Amsterdam streven naar het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoren via de route over de oude spoorbaan. Dit is vlak langs huizen in de nieuwe woonwijk Beleef Buitendijks. De Amstelveenlijn eindigt bij de Westwijk, maar het tracé wordt nog een stuk doorgetrokken naar een opstelterrein. Nou, bijna in het zicht van Uithoorn. Dus lag het voor de hand om te kijken, ja, levert het nou wat op om die tram door te trekken Uithoorn in. En welke tracé heeft de voorkeur op dit moment? Nou, het enige tracé voor een tram wat haalbaar lijkt te zijn, is het tracé over de oude spoordijk, waar voorheen al een trein liep. En dat tracé loopt via de Legmeer naar het busstation, eventueel door naar het oude spoorhuis in het dorpscentrum van Uithoorn. Nou, hebben wij gesproken met bewoners daar in een nieuwe wijk in de bocht, waar de spoorlijn is gepland. En die vrezen nogal wat overlast. Wat zegt u tegen hen? Dat ik dat heel goed begrijp. U bedoelt de wijk Beleef Buitendijks. Daar komt het tracé het dichtst bij de huizen. Als er inderdaad gekozen wordt voor een tramverbinding, dan kan ik tegen deze mensen zeggen dat wij de uiterste zorg op ons zullen nemen om te zorgen dat de overlast zo min mogelijk is en dat het ook veilig is. Sowieso wordt het een tram en geen metro zoals die nu door Amstelveen heen rijdt. Dat is er eentje die absoluut minder geluid maakt dan de metro en zelfs minder dan een dieselbus. Desalniettemin komt zo'n lijn vlak langs hun huis. Dus zullen wij er alles aan moeten doen om de overlast zo min mogelijk voor deze mensen te maken. Heeft de gemeente Uithoorn het geld er wel voor om dit te doen? Dit is een project wat wordt getrokken door de stadsregio Amsterdam. Zij zijn ook de financierder voor dit project. Of daar een bijdrage van Uithoorn bij hoort, dat is nog niet duidelijk. Is al duidelijk waar het eindpunt komt? Dat zijn twee varianten die nu nog worden uitgezocht. Er zijn twee mogelijke eindhaltes. Dat is het Uithoornse busstation ofwel het Uithoornse dorpscentrum bij het spoorhuis. Het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos wordt gerenoveerd. De renovatieplannen zijn afgelopen dinsdag tijdens de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond gepresenteerd. Het project moet op 1 juli 2017 klaar zijn. De Europese kampioenschappen, die van 19 tot en met 27 augustus in het jaar gepland staan, zullen in dit nieuwe stadion worden gehouden. Meer informatie over het ontwerp kunt u vinden op www.hockey.nl. In de Volkskrant van gisteren stond een opiniestuk waarin een raadslid van de VVD in Utrecht haar teleurstelling uitte. Het ging over het gebrek aan democratie in de gemeente bij de besluitvorming rond de komst van asielzoekers. Dit wordt volgens haar door de gemeentebesturen en het COA geregeld, zonder dat gemeenteraden daaraan te pas komen. Ook in Amstelveen was het een besluit van BMW. Dus vroegen we partijen hier naar hun reactie. Vandaag de VVD vice-fractievoorzitter Victor Frequin. Ik denk dat de gemeenteraad uiteindelijk politiek verantwoordelijk is, ook in zaken de vluchtelingen. Als ik dan praat namens de VVD in Amstelveen, heeft de VVD in Amstelveen heeft randvoorwaarden gesteld aan de opvang van vluchtelingen in Amstelveen. Wij hebben ervoor gekozen om dat te doen in de vorm van vragen aan het college van BMW. In die vragen hebben wij onze voorwaarden heel duidelijk geformuleerd. En daar heeft het college van BMW ook een heel duidelijk antwoord op gegeven. Maar er is in gemeenteraad niet over gediscussieerd. In de vragen die wij gesteld hebben aan het college van BMW, hebben wij gezegd dat het af zou hangen van de antwoorden van het college van BMW of wij het in de raadsvergadering van 11 november ter tafel zouden hebben gebracht. Maar omdat de antwoorden van het college van BMW eigenlijk in grote lijnen overeenkwamen met de randvoorwaarden die wij als VVD gesteld hebben, vonden we dat niet meer nodig. Welke randvoorwaarden waren dat? Als ik het drie belangrijkste uitneem, is het eerste is gewoon domweg het aantal. Wij vinden dat je mee moet helpen aan het opvangen van vluchtelingen. Dat is een taak. Daar kan Amstelveen zich niet aan onttrekken. Dat moet je ook niet willen. Maar we hebben wel gezegd van, we vinden 400 vinden wij het maximum aantal. Dus één is het aantal. Twee is de acceptatie van de mensen in Amstelveen. Er moeten niet alleen maar huisvesting gegeven worden. Er moet iets gevonden worden over onderwijs, over kinderopvang, over allerlei vormen van integratie. Dus dat noemen wij de acceptatie. En het derde, dat is ook een belangrijk punt voor de VVD, dat is de veiligheid. Wij staan toch wel een zero tolerance beleid voor, dat we de veiligheid van alle mensen in Amstelveen, ook van de vluchtelingen, maar ook natuurlijk van de inwoners van Amstelveen, garanderen. Maar toch blijft de kritiek uit Utrecht, van de VVD, dat het hele
discussie over de asielzoekers, dat dat buiten de gemeenteraad wordt gehouden. Dus dat is niet democratisch volgens hun, volgens uw VVD-collega's. Ja, kan ik wat van vinden. Dus ik denk dat ze daar zeker een punt hebben. Alleen dat is in Amstelveen niet gebeurd. Hè. Dus in Amstelveen hebben we weliswaar geen formele gemeenteraadsvergadering gehad. Maar de fracties zijn zeer betrokken geweest bij dit onderwerp. En voor de VVD-fractie sprekend, daar spreek ik voor, is dat wij daar apart over vergaderd hebben. We hebben alle reacties die wij gekregen hebben we gebundeld. En op basis daarvan hebben wij gezegd van wij stellen randvoorwaarden aan het college van BMW om toestemming te kunnen geven om deze vluchtelingen naar Amstelveen te laten komen. Daar heeft het college positief op gereageerd. Eigenlijk alle voorwaarden die wij op papier gezet hebben, hebben zij van gezegd, daar zijn we het mee eens. Ja, dan hoef je dat niet meer in de raad te brengen. Herkent u dit geluid? Dit was het geluid van een sluiptol. De politie is op zoek naar twee inbrekers die dit gereedschap afgelopen zomer hebben gebruikt bij een inbraak in Amstelveen aan de Corianderlaan. De mannen hebben met de draadloze sluiptol het slot opengebroken. Vervolgens zijn ze even binnen geweest en toen heel snel vertrokken in een personenauto van het merk Chevrolet. De daders zijn nog niet gevonden. De politie roept daarom nogmaals getuigen op die destijds iets vernomen hebben van dit geluid. Voor meer informatie kunt u kijken op www.politie.nl. Volgende week vrijdag wordt in de Bali in Amsterdam een documentaire vertoond. Braziliaanse Koorts vertelt het verhaal van een generatie Zeeuwse migranten die 2 eeuwen geleden naar Brazilië zijn getrokken. Daar vonden zij geen gedroomde welvaart, maar een bitter bestaan. De migranten leefden lange tijd geïsoleerd in de binnenlanden van Brazilië. Ze hielden koppig vast aan hun eigen geloof en bleven Hollands praten. Pas in de jaren 70 van de 20e eeuw ontdekte een Nederlands echtpaar de Nederlandse Brazilianen. Een van de landverhuizers kwam per toeval in Amstelveen terecht. Het is Marilene Larret en ze woont hier nu met haar 2 dochters en 2 kleinkinderen. Wij spraken met een van de makers van de film. Braziliaanse Koorts, film die ik samen met Monique Schouts heb gemaakt, dat vertelt een hele bijzondere en vergeten emigratiegeschiedenis van honderden Hollanders die halverwege de 19e eeuw naar Brazilië zijn gegaan. Dat waren allemaal arme mensen die met name woonden op het Zeeuwse platteland. En die werden geronseld met mooie beloftes van kom naar Brazilië. Nou, eenmaal daar, na een afschuwelijke zeereis, bleek het helemaal. Ja, die Gouden Bergen, dat klopte eigenlijk helemaal niet. Die mensen leefden gewoon in armoede. Ja, en wat die film voor ons ook zo bijzonder maakt, is dat 160 jaar later, daarmee tonen we ook echt aan dat migratie van alle tijden is, komen er ook weer Brazilianen naar Nederland toe. Nou, en wat een bijzonder verhaal is, dat een van die mensen is een mevrouw die tegenwoordig met haar dochters en 2 kleinkinderen in Amstelveen woont. Wat voor heel bijzonder is, zij hoorde pas in Nederland dat haar oorspronkelijke voorouders ook uit Nederland waren vertrokken, uit Zeeland. En eigenlijk met diezelfde reden waar haar voorouders waren naar Brazilië waren gegaan, is zij naar Nederland gekomen. Gewoon enkel om je leven iets beter te maken. Zij wilde dat haar dochters gewoon normaal onderwijs konden krijgen. Ja, dus dat heeft haar. Maar dat dreef haar eigenlijk in handen van ronselaars die ook weer met mooie verhalen kwamen van ja, in Europa, dan gaat het allemaal goed komen. Ik werk in de toerisme, was haar verteld. En dan, je hoeft alleen maar in het vliegtuig te stappen en dan komt het allemaal goed. En binnen een mum van tijd heb jij genoeg geld verdiend om je hele familie over te laten komen. Nou, ze kwamen op Schiphol terecht. Ja, ze werd echt een beetje aan de lot overgelaten. Marjolaine had het geluk dat ze daar op Schiphol iemand ontmoette die banden had met de Braziliaanse kerk in Nederland. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze een beetje een leven kon opbouwen. En uiteindelijk heeft ze ook werk gevonden. Ze paste op kinderen van een familie in Amsterdam. Ze is nu goed terechtgekomen, zie ik. Ja, maar het is nog steeds een enorm hard leven. De film wordt binnenkort, volgende week vrijdag, 4 december, in de Bali in Amsterdam is hij te zien. En we hopen uiteraard dat Marjolaine daarbij aanwezig zal zijn. Dus als u de film wilt zien, kunt u deze vrijdag 4 december om 8 uur bij de Bali in Amsterdam bewonderen. Amstelveen verwelkomt aanstaande zaterdag in de Schouwburg Amstelveen een nieuw fenomeen. Amstelveen City Blues, georganiseerd door Harold Mone. Nationale en internationale artiesten laten muziekliefhebbers van deze avond genieten van onder andere blues en rock'n'roll. Hier alvast een voorproefje. Love you.
Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt het programma vinden op www.amstelveencityblues.nl. Ja, reclames. De een ergert zich eraan en de ander vindt ze hilarisch. Onze verslaggever Iris de Rooij weet er alles van. Gouden Lucky bestaat 20 jaar. Gisteren is de Gouden Lucky aller tijden uitgereikt. Van de 12 door een vakjury genomineerde en door het publiekspanel beoordeelde reclames, is de reclame van Rolo de leukste en de beste aller tijden. Volgens de jury staat de reclame in ons collectief geheugen gegrift. Maar staat de reclame ook in het geheugen van de Amstelveener? Volgens mij wel. Dit zijn die snoepjes, toch? Ja, die ken ik nog, ja. Ik heb hem toevallig gisteren gezien op het internet, maar ik heb hem ook wel op de basisschool een paar keer door mijn leraar laten zien. Dus ja, ik heb hem al een paar keer gezien. Die olifant, jazeker. Ja. Niet heel helder meer van... Nee. Oh, van die olifant, ja. Met die slurf. Ja, ja, leuk. Leuke reclame. Kijk. Ja, die ken ik nog wel, hoor. Nou, de reclame heeft gisteren de Gouden Lucky aller tijden gewonnen. Vindt u dat terecht? Nou, ik vind hem leuk, ja. Ja, ik vond de pindakaas ook leuk, maar ik vind deze ook leuk. Het is wel een hele memorabele reclame. Dus ja, wat dat betreft is het eigenlijk wel terecht. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er niet zo echt een mening over, hoor. Ik vind het een leuke reclame. Maar hij zal het wel verdiend hebben, denk ik. Als het moet zijn, is het wel terecht, toch? Vind je reclames van vroeger leuker dan die van tegenwoordig? Ook, ja. Ik vind dat tegenwoordig het veel te veel. Kijk mij, kijk dit, kijk de vrouwen, kijk ons spectaculair. Maar dit is gewoon waar een reclame om gaat. Gewoon humor. Nou, daar let ik eigenlijk niet zo op. Ik kijk niet zo vreselijk veel televisie. Heb ik niet echt een mening over. Nee, ze zijn nu lekker, ze zijn vlot. En voor mij mogen ze soms heel snel weggaan. Dat ik weer verder kan kijken. Soms zijn ze irritant, maar ach. Nee hoor, ik stoor me er niet zo aan. Is er een reclame waar je echt een hekel aan hebt? Ook niet. Kijk niet zoveel tv. Vandaar. En anders heb je meestal door. Ja, dat wel. Niet liefie? Nog vragen? Nee, dat was het. Dankjewel. En dan het weer. Aankomende nacht raakt dit langzaamaan zwaar bewolkt en is er kans op een spatje regen. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar matig bij een minimumtemperatuur die niet lager komt dan 7 graden. Ook vrijdag verloopt grijs met een kleine kans op wat motregen. De wind blijft matig uit het zuidwesten en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het RTVA Nieuws van donderdag 26 november. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.